10 tot 14 november is het Week van de Respect. En wij vroegen ons af wat respect nou voor jullie betekent. Respect, ja, gewoon respectvol, niet elkaar uitschelden. Weten wat in elkaar schoenen leven. Dat betekent respect voor mij. Rekening houden met anderen of zo. Ja, ik denk gewoon niet discrimineren. Maar ik vind dat iedereen daar zijn eigen mening over heeft. Nou, gewoon, ja, als je geen respect hebt, dan is dat gewoon fucked up. Eigenlijk, je moet gewoon respect hebben voor mensen. Ja, iemand gelijk behandelen zoals je zelf zou worden, willen behandeld worden? Dat je elkaar kan accepteren zoals iedereen is en gewoon aardig doet tegen elkaar. De ander is er waarde laten. Dat je elkaar waardeert en dat je niemand veroordeelt op dingen. Okay. Wat een moeilijke vraag. Gewoon normaal omgaan met elkaar. Ja, elkaar gewoon normaal aanspreken. Respect betekent voor mij dat je iemand kan laten doen wat hij of zij denkt dat goed is, zonder dat je daar een oordeel over trekt. Ja, dat je elkaar gewoon in elkaars waarde laat en niet oordeelt of iemand homo, lesbisch, jong, oud is. Ja, gewoon normaal met iemand omgaan, normen en waarden. Niet iemand discrimineren. Dat je elkaar behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Dat je goed met elkaar kan omgaan. Respect is dat je mensen hun eigen waarde laat. En niet zomaar over mensen gaat oordelen. Dat vind ik van respect.